wat ik op dit moment graag zou willen. Ja, en jouw pad? De mij poppen namelijk elke keer van die prikpaaltjes, zodat ik het gevoel heb van we moeten even iets neerzetten voor jou. Iets neerzetten? In ja. De zin van? Nou, van jouw pad. Want je hebt het over eigenlijk hè, zo'n... Een soort pad van hier naar daar. Gewoon zo, zo'n pad. Ja, en als je daar overheen loopt, hoe voelt het dan? En als je nou wat dingen aan de zijkant gaat zetten? Aan de zijkant gaat zetten? Ja, want jij zegt, ik wil af en toe van het pad af. Ja. Oh zo, ja. Ja. En hoe is het dan om van het pad af te gaan? Oké, nog eentje dan. Ja? Het is een lang pad, of niet? Het is een lang pad. Het is een lang pad, oké. Okay. Lang pad. Ja. Dit is het begin van een pad. Maar ik denk dat ik inmiddels al hier op het pad zit. Nou ja, hier. Hier ben jij nu. Op het pad. Ik denk dat ik nu hier ben, zo. Oké. Okay. En dat is het laatste? Dit is denk ik, dit is het pad zo. En dan denk ik dat ik nu hier ben. Ja. Nou ja, iets dichterbij. En betekent dan dat je iets van het pad af bent al? Ietsjes, ja. Ietsjes, ja. Ietsjes. Nog niet heel veel, maar wel ietsjes. Ik sta niet helemaal hier. Maar ik sta wel wat verder weg. Ja. En wat is die... Is dat die de laatste paal? Is dat de laatste... Dit is als ik 30 ben of zo. Ja. En dan dit is... 13 tot 30. Nou ja. 13 tot 30. Oké, dus dit is eigenlijk waar je... je bent nog geen 12? Ik ben nu 13. Je bent in de 13, oh, ja, ja. Oh, maar dan zit ik al op weg naar de 14. Ach joh. Ja. Nee, dat oké. Okay. Dat is de 20 en dan is dat de 14. Ja, dat maakt het niet meer. Ja, het is gewoon... Het is een weg. Dit is de weg. Dit en wat zit daarin als je 30 bent? Wat is dan de droom van je moeder? Dat ik heel hoog in de paardensport zit. En dat ik verder ben gegaan met het YouTube-kanaal. Ja. Dat is ook graag wat ik ook zou willen. Maar dan iets anders. Oké. Okay. Kan je die eens neerzetten, die YouTube-kanaal? Jij dat zou willen? Hoe bedoel je? Nou, zet hem eens neer waar jij denkt van... Oh, van dit is de lijn zoals mijn moeder hem heeft. Waar hoort gevoelsmatig jouw lijn? Van de YouTube kanaal? Dus wat ik wil met YouTube. Ja. Ik vind dat een mooie plek. Ja, ik ga er eens bij deze. Ga er eens bij staan. Wat is dat anders dan daar? Ik vind het allemaal een beetje te saai en ik snap ook niet zo goed waarom mensen het leuk vinden om naar te kijken. En dan wil ik er eigenlijk een soort van iets leukers van maken dan dat het nu is. Nee, dat vind ik heel lastig. Okay. En wat vind je lastig dan daar? Om de ideeën te bedenken en om dat ook uit te voeren. Oh, maar. Okay. Dus je wil het eigenlijk wel? Maar de uitvoering is een ander verhaal. Ja. Wat houd je tegen dan? Om daar iets... Want je hebt daar volgens mij wel een visie op. Mijn gebrek aan ideeën. Ja, want ik heb wel een idee, maar niet een idee. Ik heb een idee, maar geen idee. Niet hoe je inhoudelijk wilt uitzien. Ja. Wow. Nee, maar daar moeten ook nog wat remmingen van los, volgens mij. Want wanneer is het interessant? Ja, wanneer is het interessant? Wanneer vinden mensen het leuk? Wanneer vinden mensen het niet leuk? En, nou ja, ben je dan nog jezelf? Ik ben eigenlijk heel erg bezig met meningen van anderen. Ja. Oh. dat is eigenlijk waar mijn leven om draait. De meningen van anderen. Nou, hoe is dat? Wat leuk. Dat is eigenlijk niet helemaal de bedoeling. Ik zoek inderdaad heel erg een soort... Niet een conclusie, maar een... Een soort wat duidelijk is. Oh, ik kan het woord er niet voor vinden. Je? Dat het. Ik zoek bij mensen heel erg een dat goed is. Dus dat het. Ik kan het woord er niet voor vinden.
Jij wil van anderen bevestiging? Ja, bevestiging. Ik wil van anderen bevestiging. Ja. Want dan weet ik dat ik het goed doe of dat ik het fout doe. En dan andere mensen heb ik het gevoel dat die het toch wel beter weten dan ik. Dus dan vraag ik me gewoon af van, ik zoek bevestiging bij die mensen. Dat is denk ik hoe ik op dit moment mijn leven leid. Jee. Ja, dan ga je weer lachen, ja. Wat is dat om dat te ontdekken? Lastig. Ik wil gewoon mijn eigen leven leiden, maar op dit moment doe ik dat niet. Nee. Ja, waarom heb ik ook die bevestiging van andere mensen nodig? Onzekerheden. Ja. Ja, en je kan het in het waarom, hè? En waar zit je dan als je gaat nadenken over het waarom? Zeker weet ik dat het goed doe. Ja, maar zit je dan in je hoofd of zit je dan in je hart? Hoofd. Als het hebben, hè? Hoofd. In je hoofd, hè? Ja, dus fuck je hoofd. Niet in alles, maar wel nu goed. Ja. Oei, ja, als ik in een obsessie ben, wil ik altijd gewoon, soms mag je gewoon harde taal ook gebruiken, vind ik. In het dagelijks leven ga je dat niet de hele tijd roepen. Dat is een beetje raar. Niet hoe het hoort. Maar soms is het gewoon even hard, weet je wel? We hebben hier gewoon te maken met gevoelens. En ook met remmingen. Die, weet je wel, dat mag gewoon af. Weg. Doei. Dus hier mag het gewoon. Goed? Ja. Dus ik gebruik het soms ook. Dat ik denk, fuck. Ja. Het gaat zo lekker. Hier mag het. Oké. Ja. Ga eens even helemaal ergens anders staan dan. Met je, doe eens gek. Ik voel me daar thuis. Wat zeg je? Hier. Hier? Is dit gek? Ik weet niet. Ik voel me hier goed bij. Hier voel je goed bij. Oké. Okay. Ik wil hier een paal neerzetten. Hier een paal neerzetten. Maakt niet uit. Gewoon omdoen. Dat kan. Ik ga gewoon niet in. Oké, ik vind prima zo. Nee, maar hij moet erin. Hij moet erin. Nee, we zijn een klein stukje op ja, het dan. Zo, ja. Als uiteindelijk gaat hij erin. Ja, het kan ook zijn dat hier soms natuurlijk gewoon... Oude bunkers liggen. Oude bunkers en zo liggen. Ja, 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 er ligt echt heel veel hier in het land. Ja. Ja. En? Hoe sta je daar? Comfortabel. Comfortabel. Nou ja, niet helemaal, maar ik zou hier wel comfortabeler. Ja. Dat is heel ver van het pad. Wat zeg je? Dat is heel ver van het pad. Ja, is het heel ver voor jou van het pad? Nou ja, heel ver is helemaal de aarde. Ja. Dit is ook wel ver. Ja. In de zin van ver. En dit voelt ook gewoon comfortabel? Ja. Hoe voel je dat? Hoe merk je dat? Waar merk je dat in je lijf? Dat comfortabel? De schouders. Ja. Die zijn wat meer los. Ja. Mijn rug is ook wat meer... Nou, maar nog niet helemaal goed. Nee, maar ik weet niet of Runar nu echt aan het schuilen... Want als hij echt... Weet je wel? Ja. Het was net echt harde wind en keiharde regen. Dus het is ook niet zo... Ja. Hij is ook paard, weet je wel? Dus niet alles wat hij hier doet is per se heeft invloed op jou. Maar misschien niet helemaal. Ik kan, kijk, je kan ook... Als je nu eens echt heel gek doet... Echt heel gek. Echt heel gek. Ja, je doet het goed hè, man. Maar dit is echt heel ver. Dit is echt heel gek, hè? Hoi. Ik ga helemaal de behoefte om mijn kaak los te gooien. Zomaar. Hoe sta je daar? Minder comfortabel, omdat het zo ver weg is. Hij gaat ook in zijn comfortabele plek staan. Is dat jouw comfortabele plek? Weet ik niet. Je wou wel even laten zien dat dit goed was, maar toch wil je daar staan. wat zegt het jou? Weet je, voel je dat nu? Dat het heel ver weg is van wat mensen van mij willen. Voor mijn gevoel. Wat mensen willen dat ik mezelf ben op hun manier eigenlijk. Voor mijn gevoel. Ja. Maar hoe is het om hier te staan? Ook wel fijn. Daar was het fijner, maar hier is het ook wel fijn. Zullen we nog een keer daarheen en dan weer terug? Nee, oké, daar is het fijner. Dat is raar. Gek, hè? Dat is wel heel raar. Ik vraag me wel af waarom. Je gaat afkouwen. Ja. Nee?
Maar vraag me wel af, waarom zo ver van het pad af?